vanochtend keek ik naar... vannacht appte mijn zoon mij. Die studeert international marketing en ik weet nooit wat er nog allemaal verder. Iets met business. Dat was om 2:00 s'nachts. Hij zei, mam, je moet nu naar tegenlicht kijken. En, want dat is precies wat jij doet. Nou, dat zijn altijd leuke appjes. En toen had ik van mijn collega's gehoord dat hier in Amersfoort een meet-up was. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga. Ik heb ook niks voorbereid. Ik kan alleen vertellen wat ik een jaar of 13 geleden ben gaan doen. En dat is zelf scholen oprichten. En dat doen we in een hele platte organisatie. En ik ben nu betrokken bij een school in Soest, een democratische school De Ruimte. En ik kwam daar eerst als moeder. Ik had een eigen school opgericht in Utrecht. En die school die werd totaal niet serieus genomen. Hele slechte pers. Iedereen had zoiets van, wat zijn jullie daaraan doen? Want het kan niet als kinderen zelf mogen beslissen en zelf samen een school vormgeven. Nou, we kregen op een gegeven moment heel veel crisissen en op een gegeven moment was het zo dat ik in 2007, geloof ik, kregen we rechtszaken. En we waren in totale crisis. Ouders die werden aangeschreven door de regering dat we grote boetes kregen als onze kinderen daar naar school gingen. Nou, ik ben een mens en dat was ik niet ooit, maar ik werd op een gegeven moment wakker in mijn leven toen ik ongeveer 30, 32 jaar was. En toen het meest waardevolle was dat ik dacht, ik ben gewoon een vrij mens. Ik kan gewoon de wereld van morgen, nu creëren. Dus in die tijden van crisis dacht ik, ik moet wat doen. Ik moet in die school stappen, niet alleen als moeder mijn kind daar brengen. En het grappige was, in tijden van crisis kregen we een crisisberaad en een crisisbestuur. En die zeiden, we gaan weer terug naar de schoolleider. We moeten een schoolleider hebben. Maar onze organisatie is sociocratisch ingericht. Gewoon met kringen die allemaal een stukje van de school vormgeven samen met de studenten. Dus al onze bright studenten die op het internet en met computers heel goed zijn. Die zorgen dat het netwerk draait, dat de juiste laptops er zijn. Studenten die heel veel van koken houden, zorgen dat er in de keuken altijd lekkere maaltijden gemaakt worden. Studenten die goed met een babbel zijn, praten samen met ons, met de inspectie. Nou, we maakten gewoon die school samen met die kinderen, het was hartstikke plat. We hadden gewoon alleen maar taken en verantwoordelijkheden. Maar goed, toen moest een schoolleider komen en toen zei ik van, oké, ik wil dan wel die schoolleider worden. Maar wat ik erbij dacht was van, we blijven gewoon ons ding doen. We moeten gewoon goede orde op zaken stellen. Mijn eerste dag als schoolleider was dat ik naar een rechtszaak ging. Die we ook verloren. En ik ben gewoon door gaan vechten. En we zijn uiteindelijk, hebben we in het Hoge Rechtshof na 2 jaar gewonnen. We zijn gewoon een school. En ondertussen help ik nieuwe scholen starten. Om met de consentmethode, dus gewoon een platte methode waarin je echt al die breinen in een kring samen aanzet om te creëren wat je wil creëren in een school. Alles wat daar gebeurt, maak je met de studenten samen. We hebben geen overhead, we hebben geen conciërge, we hebben geen roosteraar, we hebben geen, nou ja, noem maar op. Dat hebben we niet, want we maken het gewoon met elkaar. En ik vind het op dit moment, doordat ik zoveel ervaring heb, help ik ook gewoon nieuwe scholen starten en geef ik ondertussen ook trainingen aan gemeentes of bedrijven die ook zeg maar binnen een platte organisatie willen werken. En ik heb 2 jaar het spelletje van schoolleider dan volgehouden en ik heb zelf op een gegeven moment gezegd, oké, nu zijn we klaar met die flauwkul en ik ben gewoon staflid. En in feite was er niks veranderd, maar een van de dingen die ik daarin meegemaakt heb is dat in tijden van crisis of als het spannend wordt, dat je dan heel snel weer teruggaat naar het oude denken. En het is gewoon een spontaan praatje. Ik weet verder helemaal niet wat ik hier verder mee moet. Maar het grappige was, toen ik het verhaal van jou hoorde
En dat mooie plaatje, dan, het is voor mij allemaal zo aan één kant herkenbaar. Ik word er heel blij van dat omdenken en noem maar op. Maar ik merk ook ondertussen dat bepaalde voorbeelden die gegeven worden, dat ik daar al 13 jaar eigenlijk uit ben. En dan denk ik, oh, het is dat toch heerlijk. Dat ik daar gewoon uit ben. En, wat en ik had eigenlijk dezelfde vraag aan het eind, wat jij had. Ik dacht, ja, verrek, wat kan je morgen doen? Gewoon, ja. Ja, gewoon zelf. Wat ik wel mooi vind, zij zeggen, je bent het meest creatief als je 5 bent. Hè, mm-hmm. En op je 8e halveert dat al. Dat zeg ik goed, hè? En jullie school werkt op een heel andere basis. Ja. Hè? Dus je kunt bijna zeggen dat het schoolsysteem ervoor zorgt dat de kinderen 50% minder creatief worden. Terwijl het eigenlijk zou moeten stijgen, zou je zeggen. Ja, ja. Maar omdat we niet meer in dat spelletje zitten. Hè, bij ons op school zijn kinderen, er is geen van bovenaf opgelegd curriculum. Dus er wordt je gewoon niet verteld wat je doen moet. Niet als je 6 jaar bent dat je dan wel moet schrijven. Of als je 8 jaar bent dat moet kunnen. We hebben er gewoon vertrouwen in dat je dat met elkaar maakt. En het werkt. En het grappige is, toen ik had 13 jaar geleden echt zo'n heel duidelijk beeld dat het kan. Ik heb dus alleen maar vertrouwen gegeven dat het kan. En we zitten in een maatschappij die zegt, ja, maar je moet het bewijzen dat het werkt. En motiveren. En, maar ik had zoiets van, nee, ik ga gewoon de toekomst in. En het werkt. Ja, het werkt enorm als je mensen gewoon die vrijheid geeft. En ja, dus dat plaatje met 5 jaar en 8 jaar. Nou, ik ben ook wel hartstikke creatief. Dus ik ben 55. Dus ja, voor mij, ik snap dat het zo werkt. Maar je hoeft er alleen niet aan mee te doen. De vraag die ik altijd krijg, want mijn zoon zit bij hen op school. Van, ja, maar waar komt hij dan mee van school? Hè? Met een diploma. Ik heb daar een blogje over geschreven. Ga je voor het geluk van je kind of voor diploma's? Maar dat ging over 2 weken terug over het onderwijs. Mm. Maar merk je dat degene die je aflevert aan de arbeidsmarkt, zoals ze het zeggen, hè, binnen bij tegenlicht, dat die aansluiting er is? Of is er afstand? Of hoe kijk jij er tegenaan? Nou, het is voor mij niet, heb je aansluiting daar bij de maatschappij, de arbeidsmarkt, maar je hebt aansluiting hier. Dus je weet gewoon wat je wil. En je mag het ook niet weten, dat je nog niet weet wat je wil, maar dan is dat het. Dan ga je dat verder onderzoeken of je zegt, ik ga lekker reizen of whatever. Maar ja, ik heb 3 zoons en ze hebben daar, mijn oudste zoon heeft geen les gevolgd ook. Die heeft gewoon, ik weet niet wat hij daar allemaal uitgesproken heeft, maar die wilde op een gegeven moment sociaal-pedagogisch werker worden. Ik weet niet waar hij het vandaan haalde met 15 jaar. Maar hij was geïnspireerd, is dat 1 jaar gaan doen. Hij wilde van de ruimte af, ging dat doen. En na 1 jaar kwam hij erachter dat hij eigenlijk kok wou worden. En hij werkt nou bij een van de beste, echt toprestaurants in Utrecht. Die heel vaak rond de nummer 1, 2, 3 staat. En hij was op zijn 21ste souschef. Je hoeft alleen maar te doen wat je echt wil. Want daar word je er rete goed in. Ik durf voorbij dat diploma te denken. En wij moeten nog wel dealen met ouders en kinderen die dat nog moeilijk vinden. Dat snap ik wel, maar we proberen daar ruimte voor te geven. Maar wat mij betreft gaat het erom van, ja, durf het gewoon los te laten. Anders verandert er gewoon helemaal niks. En dan moet je wel die stoere stap zetten. Maar zou dat een mooie vraag zijn van, heb je voldoende aansluiting bij jezelf? Ongeacht of dat aansluit bij de maatschappij. Nee, dat sluit altijd aan bij de maatschappij. Ja. Nee, maar goed. Dat is zoals jij in het leven staat. Maar heel veel zitten nog in functies. Of de hele uitzending gaat daar natuurlijk over. Die nog die stap moeten maken. En zijn ze wel voldoende verbonden met zichzelf. Ja. Om zeg maar die organisatie ook verder te brengen. Ja, wat is dan, wat is dan de vraag? Gaan we straks wel op komen. Het was dankjewel. Gewoon een improvisatiepraatje. Dankjewel. We'll be right back.